Hey mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik jullie de regels van het A2 rijbewijs goed uitleggen. Omdat er op internet heel veel spookverhalen rondgaan. Vooral op pagina's zoals Wie Rijdt wordt naar mijn mening best wel veel onjuiste informatie geplaatst. Daarom ga ik in deze video proberen wat opheldering daarover te geven. Dan kun je afvragen, wie geeft mij het recht om hierover te oordelen? Ik heb 2 jaar met het A2 rijbewijs gereden en ondertussen ken ik de wet en regelgeving omtrent het A2 rijbewijs best wel uit mijn hoofd. Omdat ik in het verleden oprecht ook heb gedacht dat ik het goed heb gedaan, maar daarbij de wet heb overtreden. Dat leg ik zo meteen wel uit. En daarom weet ik nu namelijk wel hoe alles zit en ik wil mensen behoeden, zeg maar, om dezelfde fouten te maken als ik. Ik rijd trouwens op dit moment met een TomTom, puur omdat ik een route heb uitgezet. Op dit moment zit die best wel lelijk vast, dus ik ben nog op zoek naar een nieuwe ram mount, zodat ik hem hier op mijn stuur kan zetten. Als je 20 bent in Nederland, dan mag je op voor het normale A2 rijbewijs. Dan zijn er, zeg maar, 2 soorten A2 rijbewijs en die zal ik proberen kort toe te lichten. Als eerste heb je het normale A2 rijbewijs en dat rijbewijs is voor mensen van 20 jaar. Zodra je dat rijbewijs hebt gehaald, dan mag je 2 jaar nadat je bent geslaagd voor je A2 rijbewijs, dus je normale A2 rijbewijs, mag je op voor je vol vermogen. Dit is bij mij hetzelfde geval. Ik heb op mijn 20ste mijn A2 rijbewijs gehaald. 2 jaar daarna ben ik opgegaan voor vol vermogen en daarom heb ik nu dus mijn vol vermogen gehaald en mag ik alles rijden. Als je 21 jaar oud bent, dan mag je op voor A2 code 80. Wat houdt dit in? Nou, op het moment dat jij afrijdt, graag gedaan mevrouw, die was er blijkbaar blij mee dat ik even wachtte. A2 code 80, op het moment dat jij dus 21 bent, dan kan je opgaan voor A2 code 80. Als jij dan je rijbewijs hebt gehaald, dus A2 code 80, dan mag je nog steeds alleen maar A2 motoren rijden. Maar 2 jaar nadat jij je A2 code 80 hebt gehaald, hoef je niet opnieuw rijexamen te doen. Dus dat betekent dat je A2 code 80 automatisch wordt omgezet naar het volledige vermogen. Dus zeg maar je vol A-rijbewijs. En ik zie dat hier super veel donkere wolken mijn kant op komen. Bevalt me niet. Echt totaal niet. maar je hoeft dus niet opnieuw rijexamen te doen. Nou is het sowieso, als jij je normale A2 rijbewijs haalt, na 2 jaar hoef je alleen maar je verkeersdeelname te doen. Dus je hoeft niet opnieuw behendigheidsoefeningen te doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar verkeersdeelname te doen. En met A2 code 80 hoef je dus helemaal niks te doen. En hier zou mijn route moeten beginnen, volgens mijn TomTom. En dan ben ik benieuwd wat die doet. Moet ik hier naar links? Oh, ik moet hier tussendoor steken. Nieuwe adventures, boys. Let's go. Nieuwe route. Let's go. Oké. Maar, moet je misschien rustig aan doen. Nu gaan we over op, als je eenmaal je A2 motorrijbewijs hebt, wat voor motoren je dan mag rijden. Volgens de wetgeving mag je motoren rijden met een maximum vermogen van 35 kW. We kijken in dit geval niet naar de cilinderinhoud, want dat is onbelangrijk. Je kijkt eigenlijk alleen maar naar het aantal kW dat een motor heeft. En volgens de wet mag je motoren rijden met een maximum vermogen van 35 kW. Dit is, zeg maar, dezelfde soort wetgeving als bij het A1 rijbewijs. Want dan mag je motoren rijden met een maximum vermogen van 11 kW. Bij het A2 rijbewijs is het zo dat je ook motoren mag laten knijpen. En dit is eigenlijk waar alle discussies over gaan. Alle discussies op internet gaan erover wat voor begrensde motoren je nou wel en niet mag rijden. En eigenlijk is de wet en regelgeving heel simpel. En er zou dus eigenlijk ook geen discussie over moeten ontstaan. Maar om een of andere reden denken mensen, net zoals ik trouwens, dat ze altijd gelijk hebben. In de wet en regelgeving staat dat je alleen motoren mag begrenzen die een vermogen hebben dat niet meer dan 2 keer zoveel is als 35 kW. Met andere woorden, je mag alleen motoren begrenzen met een vermogen van 70 kW of minder uit de fabriek. En dat uit de fabriek, dat zijn, zeg maar, sommige mensen denken ook dat dat dan wel of niet geldt. En sommige fabrikanten gaan daar heel slim mee om. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Z800 uit de fabriek, heeft die meer
dan 70 kilowatt. Nou hebben ze de Z800e uitgebracht en die heeft precies 70 kilowatt. Dat is namelijk mooi, want dat betekent dat je dan die Z800e wel mag begrenzen voor het A2 rijbewijs. Kijk je bijvoorbeeld naar de MT-07, die heeft uit fabriek 55 kilowatt. Dus dat is geen probleem om die te begrenzen voor het A2 rijbewijs. Kijk je naar een motor zoals een Kawasaki Nia 300, die heeft 30 kilowatt. Dus die mag je zo rijden. Sowieso, daar hoef je niks mee te doen. De Nia 400 heeft precies 35 kilowatt. Dus die mag je ook rijden zonder dat je hem hoeft te begrenzen. En hier ligt allemaal troep op de weg. Niet zoveel zin in. Ja hoor, mens. Ja, dit is waarom ik een MT-09 heb gekocht. Oh, jongens. Als jongens jong zijn, dan willen ze graag de motor van hun dromen rijden tussen haakjes. Of in ieder geval een hele vet, dikke supersport. Althans, dat wilde ik. En dan ga je kijken naar een soort van mazen in de wetgeving. Of in ieder geval, hoe kan ik toch een R6 rijden? Of een Gixxer 600? Of een Kawasaki ZX-6R, zoals bij mij het geval was. Terwijl je eigenlijk al weet dat dat niet mag, maar je gaat toch op zoek naar maas in de wet, zodat je die toch kan rijden. Er zijn motoren, bijvoorbeeld een R6 of een ZX-6R, die 25 kilowatt hebben op kenteken. En dit is zeg maar het grote probleem, dat ze op kenteken 25 kilowatt zijn. Nou, hoe komt dat? Ten eerste omdat je ze kan importeren uit Duitsland, omdat er dan niet per se mee is gerommeld, maar er staat dan op de kentekenpapieren 25 kilowatt. En jullie snappen natuurlijk zelf ook wel dat je die begrenzing er dan af jetst natuurlijk. Maar het gaat er niet eens om of we de begrenzing er nou afhalen of niet. Het gaat er alleen om 25 kilowatt op kenteken met zo'n dikke supersport of dat kan ja of nee, zonder dat je daar problemen mee krijgt. Het gaat er niet om voor de wetgeving wat er op dat plaatje staat, 25 kilowatt, zeg maar op je kentekenpapieren. En er zijn dus heel veel mensen, mensen zoals ik, hè. Ik heb dus technisch gezien ook de wet overtreden. En ik zal jullie ook gelijk de reden uitleggen waarom ik uiteindelijk die motor weer heb verkocht. Je kan een ZX-6R kopen met 25 kilowatt op kenteken. Of een R6 met 25 kilowatt op kenteken. En ja, ten eerste zal geen enkele verzekeraar zal moeilijk doen als er 25 kilowatt staat volgens de kentekenpapieren. Alle verzekeraars willen heel graag jou gewoon een verzekering geven. En dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Verzekeraars willen geld verdienen. En op het moment dat zij jou verzekeren, zeg jij, oh ja, 25 kilowatt kenteken, dus die mag ik rijden. Dan heeft de verzekeraar zoiets van, ja, prima joh, hè, die motor mag jij gewoon rijden. Maar het probleem zit er niet in dat jij zegt dat die op 25 kilowatt staat, terwijl dat misschien helemaal niet is, maar het gaat erom, die motor mag je niet rijden. Ja, volgens het papiertje heeft die 25 kilowatt, maar volgens de wet en regelgeving mag je niet op een motor rijden die fabrieks af aan meer vermogen heeft dan 70 kilowatt. En een R6 en een Gixxer 600 en een ZX-6R hebben allemaal meer dan 70 kilowatt uit de fabriek. Als stond er 5 kilowatt op kenteken, dan zou je met A1 rijbewijs tussen haakjes mogen rijden. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het gaat er niet om wat er op de kentekenpapieren staat. Het gaat erom dat die fabrieks af aan minder dan 70 kilowatt mag hebben als je hem gaat begrenzen. Oh, dat is een mooi ding, joh. Mooi loopfiets. Ik denk alleen dat die van mij net ietsje harder gaat. Ik ga nog een aparte video maken dat je kop op kan voelen. Dit is echt... Dit is fucking lekker. Nou, even rust in de tent. Verzekeringen zullen dus bij zeg maar, de aanvraag van jouw verzekering zullen ze hem goedkeuren. Zo van ja, prima joh, 35 kW op kenteken of 25 kW volgens papiertje. Lekker boeien allemaal. Maar op het moment dat jij een ongeluk krijgt, oh jongens, wat is het toch een lekkere weg trouwens. Het is even, dit moet even. Op het moment dat jij een ongeluk krijgt, dan heb je de pop aan het dansen. En hierover heb ik echt al talloze discussies gevoerd op wie rijdt. En daarom dat ik deze video dus heb gemaakt. Op het moment dat jij een ongeluk krijgt, ben je de fucking lul. Dan zullen verzekeraars opeens gaan kijken of je die motor wel had mogen rijden of niet. En dan komt de aap uit de mouw. Want dan komen ze er opeens achter.
opeens, maar dan komt de verzekeraar erachter dat je die motor helemaal niet had mogen rijden. En dan heb je een probleem. Als je alleen maar jezelf omvouwt, dus trouwens met een onrisverzekering heb je dan ook gewoon een probleem. Maar als jij jezelf om een boom heen vouwt, dan gaan ze niks uitkeren. Want dan gaan ze je motor natrekken en dan komen ze erachter dat die mooie R6 van jou standaard meer dan 70 kilowatt heeft. En dit is vogelspotters of zo? Wat is dit? Wat allemaal voor, gekkigheid dan? Hè? Met die boom gesloopt. Nee, ik weet niet wat het is. Dan stond een beetje bij die boom te doen. Dus de verzekeraar die gaat die motor wel verzekeren voor jou. Alleen, als ze moeten uitkeren, dan heb je pech. En zoals ik zei, als je jezelf om een boom heen vouwt, is dat niet zo'n groot probleem. Maar als jij iemand anders een dwarslezing rijdt en die heeft voor miljoenen schade voor de rest van zijn leven, dan zegt de verzekering, ja, dikke vinger, je betaalt het maar lekker zelf. Je had deze motor niet mogen rijden. En dat is eigenlijk waar ik jullie voor wil waarschuwen. Want toen ik ben begonnen met de Nia 300 en toen dacht ik, fuck it, ik koop gewoon... Nou, dat dacht ik trouwens niet. Maar ik ben begonnen op een Nia 300 en toen zag ik een ZX-6R voorbij komen op 25 kW. En toen dacht ik, nou, dit is echt een fucking goed plan. Dit ga ik doen. En, ja, weer zooi op de grond. Jongens, echt een MT-09 rijden met zoveel zand en shit in de bochten is niet per se mijn favoriete bezigheid. Dus ik gok dat deze route toch net iets lekkerder is in de zomer. Maar, ik heb toen in een opwelling... Wow, shit op de midden van de weg. toen een ZX-6R gekocht en eigenlijk weer gelijk verkocht na 2 maanden. Omdat toen opeens begon door te dringen als ik een ziek ongeluk zou krijgen, wat er kon gebeuren. En natuurlijk zijn er mensen die ermee wegkomen. Je hebt altijd mensen die zeggen, ja, en ik reed toen dat ding op 25 kilowatt en het mocht eigenlijk niet. Maar ik kwam er wel mee weg en toen heb ik een ongeluk gehad en toen heeft de verzekering toch gewoon uitgekeerd. En ja, succesverhaal, gewoon doen. Oh, moet je naar links? Hè? Oh, daar joh. Ik denk, ik moet hier links door die boerderij heen joh. Oh, maar ik kan me wel voorstellen, hè. Maar besef even, deze weg loopt dan dood. Oh, maar deze wegen, jongens. Woe! Ja! Holy shit! Oké, maar... Deze video was dus eigenlijk meer een soort waarschuwing tussen haakjes of om je te waarschuwen dat als je toch een ZX-6R gaat rijden of in ieder geval iets op 25 kilowatt, oké, het kan, je kan ermee wegkomen. Tijdens een politiecontrole of zo zullen ze er niet per se uitpikken omdat agenten kijken naar wat er op het kenteken staat. Verzekeraars zullen bij de acceptatie van je verzekering het ook goedkeuren, maar zodra je een ongeluk krijgt, heb je gewoon een fucking groot probleem. En dat wil ik jullie besparen. Anyway, mochten jullie dit een leuke video hebben gevonden, laat het vooral weten in de comments. En ik zie jullie in de volgende video.